Hij is een overlever puur sang. Muzikant Arno Hintjes. België's beste bastard-incarnatie van het begrip rock and roll. Chevalier Hintjes is chanteur de charme die bruist van jongensachtige levenslust en staande zal hij sterven. Als hij performt, past alles. Juichend stapt hij het nachtleven in en danst met het skelet van wat ooit de blues was. Arno stompt, scheurt en kraakt met een hoekige heupswing. Hij maakt het testament op van zijn jeugd, zijn Oostende, zijn cinema, zijn muziek. De Lonesome Zorro in gloeiende bloedvorm. Als er ruis komt uit je flatscreen en er waait een stevige zeebries bij je binnen, dan is dat gewoon omdat we het vanavond heel veel en vaak over Oostende zullen hebben. We hebben live muziek van Maden Suyu en we hebben Arno all over the place and in your face. En daar hebben we jou het liefste, Arno. Je wordt in mei 60 jaar. Proficiat. Ja, we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Maar het is misschien toch wel tijd voor een biografie. We zijn naar de Zijn nou de biografie geschreven, zijn er al twee geschreven. Eén in het Frans en één in het Nederlands. Dat hoort bij jou zo, hè? Maar ik heb nog niet gelezen. Dus het staat vol leugens of niet, dat weet je niet? Maar het geschreven woord is soms een leugen ook, hè. Maar ik heb het niet gelezen, dus ik zeg niks. Laten we naar jouw eerste fragment gaan. En in dat boek, het jaar 1981, het jaar dat Marvin Gaye aankomt in Oostende. Wat kwam die doen? Dat was. Ik spreek van oorzaak, maar ik heb nog gewerkt voor Marvin als kok. Een tijdje. En wat moest je dan klaarmaken? Veel kip. Maar er was een vriend van mij die noemde Freddy Cossa, die is nu gestorven een paar jaar geleden. En die had vroeger een club in de jaren 60, die noemde de Groove. En dat was een club die gebaseerd was op Tamla Motown muziek. Dus Stax had de Tamla Motown. En Freddy Cossard, die had een vriend in Londen en die had een club, The Roaring Twenties, dat was aan Swiss Cottage. Dat was zo'n club waar al de zwarte, enfin, de Afro-Amerikaanse zangers kwamen. Dus like Stevie Wonder, als die in Londen kwam, die ging normaal naar die club. En in 80 was Marvin daar en Freddy ook. En Marvin dacht dat Freddy een van de grootste promoters was van Europa. Maar Freddy, dat was nog een costo, dat was een oude bokser. Een echte zo'n een type met carrière, ik kon goed spreken, maar een fantastisch mens. Hij had een goede présence en die kon Marvin overtuigen. Een fantastisch mens, Freddy. Echt een fantastisch mens. En die heeft Marvin naar Oostende gebracht. Maar er zijn andere dingen daar gebeurd. Ja, maar kan ja. Laten we eerst eens kijken, Arno, naar het fragment dat je wilt terugzien. Ja. Van Marvin Gaye in Oostende, 1981, van de documentaire Transit Oostende. I think for the most part that they're the same here as they are anywhere. I think they're nicer from the very beginning. Yeah.
But I like the fish, so I thought... Oh, you like the fish? Yeah? It's good, yeah. Nice. Where you come from, Paraguay? I'm from America. Oh, yeah. Paraguay? No, I don't even know. Where is Paraguay? I don't even know where Paraguay is. No? No, I'm from America, Los Angeles. Yeah. Oh, 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 Los Angeles. As a Marvin Gaye, I'm going to come and do it too. Did you ever hear of Marvin Gaye? I don't know what I... yes, I'm going to play also. I'm going to play the casino soon. Oh, yeah. Here in Ostend? Yes. Mm-hmm. You play in the casino, Ostend? Yeah. Hey. Marvin Gaye. Thank you. Oh. Marvin Gaye. Thank you. Sorry. Fuck you, Ben. Yeah, I'll play Gaye. I don't play this game. No, I don't know. No, I just play with you. You play for money? No, no, no. Just for a... we play for a drink. Hey, Drew, could not even more. Is that good? That's good. No, you must begin with a double, eh? Double 20. Oh! What are they for? Chanson. Allons défendre la patrie. Had je in die tijd daar nog buiten dat je kip klaarmaakte voor Marvin Gaye nog meer contact met hem? Ja, het meeste contact had ik met Odell Brown. En wie is Odell Brown? Die heeft dat nummer geschreven, muziek, Sexual Healing. Ja. En op een dag, Odell de leerde op een klein kamertje in Oostende en die kwam naar mij en zegt, Arno, kan iets geschreven voor Marvin. En ik heb die opname nog op cassette thuis. En dat was Sexual Healing. En dat was een demo-opname daarvan? Demo-opname, ja. Ik ken dat thuis. Ik mag dat tegen niemand zeggen natuurlijk. En maar ik vond dat wat fantastisch dat juist zong dus Yves Leterne, die Avant de la Patrie, heeft dat geschoept van Marvin Gaye. Ja, Yves Leterne heeft soul, dat wist je wel lang. Als ik bij Marvin was, was dat warm, warm, warm. Al die sofa's tot maximum moeten. En op zijn vloer lag dat vol met landkaarten van Afrika. Dat was heel bizar. En waarom? Die zat in de trip van Afrika. Mm-hmm. Dus Oostend is heel... is ver van Afrika, hè. En dat was misschien... Dus ik vond dat heel bizar als ik op straat liep met die... Maar Marvin, iedereen dacht dat dat de basketspeler was van Sunair. Mm-hmm. Die was groot, slank. En in de tijd waren er geen afro's in Oostende. Wist hij, Arno, dat jij muziek maakte ook? Ja. Ja. En heeft hij ooit gezegd, heb je hem dingen van jou laten horen? Ja, maar dat was in het begin van T-Symmetric. Ik spreek van de jaren 80. Ja. En op dat moment had ik zat op de grond, ik had geheld. En ik kon werken als kok voor Marvin en voor Freddy Cossard. En ik heb dat een paar maanden gedaan en op een dag met T-Symmetric, ik kwam op tv en die zegt, ik heb je zien op tv, Arno, you're a star. Ik zei, je ster. Ik zeg, maar de sterren zijn boven, niet hier, hè. En ik kwam nogal veel op tv en die verstond niet dat ik nog altijd de trein nam van Oostende naar Brussel. Die verstond dat niet. Mm-hmm. Jouw allereerste instrument, Arno, dat was een mondharmonica, heb ik begrepen? Ik ging een keer naar een platenwinkel, dat was in de jaren 60. En in de tijd, dat bestond niet, platenwinkels, dat was een elektriekwinkel. Je kocht platen kopen, stofzuigers en een wasmachine. Dat was allemaal hetzelfde, dat was elektriek. Mm-hmm. En ik was met de Duitse madame dat ik leerde kennen, ze was van Düsseldorf. Ze noemde Brigitte. En ze noemde mij mijn kleine grizzly.
Ik weet niet waarom. Dat was de eerste Duitse woorden dat ik ja. leerde. Meine Grizzly. Meine kleine Grizzly. Ja. Maar ze was twee koppen groter dan ik. En in de tijd was ik nog groter dan nu. Hey, dus ze was heel groot. Ik moest dat vragen, is dat haar koud boven of ja. zo? Even, ja, ja. Of waar? Enfin, het is om te lachen. Het is om te lachen. Dat. Ja. Enfin, en die zegt, Arno, ik zie u met de mondharmonica spelen. Want dat is iets, dat is het enige instrument dat je moet zuigen dat er iets uitkomt. Met de gitaar kan je niet zuigen, met de trompet moet je blazen. En dat mm-hmm. zuigen en blazen. En ze geeft me een mondharmonica. En ik zeg, shit, wat moet ik daarmee doen? Zegt ze, ik zal u een plaat, je moet die plaat kopen. Sonny Boy Williamson, nummer 2. Mm-hmm. 2. En ik pak die plaat naar huis en ik hoorde dat en ik was pow, vertrokken. Ja. Dat zuigt en dat blaast, Arno. Ja. Zullen we eens kijken naar die Sonny Boy Williams. Ja, kijk, shit, moet dat zien, jong, dat is ongelooflijk. Ik vind dat kunst. En dat is opgenomen door de BRT in de jaren 60. Dat is kunst, jong. Kijk die kleur. En hoe dat. Ik vind dat camerawerk, die foto, ik vind dat ongelooflijk. Mm-hmm. En ook die type, hij heeft de laatste concert gespeeld met Robert Johnson. De grote blueslegende. Ja, ja. Fantastisch, hè. En ook hoe dat hij. Ik vind hem een beetje de duivel ook. Zo. Hij was al tijdens gekleed in het zwart en met de bolhoed zo. En zijn ogen, moet ik kijken naar zijn ogen, die gaan soms in de punt. Dat is heel bizar. Hij speelt voodoo ook. Ik vind wat dat hij doet, op zijn mondharmonica, hetzelfde als Miles Davis op zijn trompet. Mm-hmm. Miles heeft ook blues, hij heeft een keer een plaat opgenomen mm-hmm. met John Lee Hooker, die fantastisch is. Hè?
Weet je dat Miles Davis nog in Brussel gewoond heeft? Nee. Die heeft nog in Brussel gewoond, maar niemand weet dat. Nee. Dus de link tussen Brussel en Oostende is ook... Ja. Ik ben nu bezig ja. op iets anders. Waar je het ook wil over hebben vanavond is natuurlijk Ensor. Uh-huh. Een van de grote der aarde van Oostende. Ja. Dat was een schilder. Een anarchist. Een bourgeois. Een muzikant. En een commerçant ook. Als ik dat hoor, dan denk ik, was een beetje Arno. Hij was ook altijd in het zwart gekleed. Want in de dingen, ze noemden hem nog stand in de tijd de zwarte madame. Ja, ja. En ik vind dat een figuur zo... Ik vind dat heel bizar, dat is de type die kwam uit een klein land. Een kleine stad, Oostende, die ligt aan de Noordzee. En de Noordzee voor mij, dat is een gevaarlijk zwembad met boten in. Dat is klein. Hm? En in de tijd van Ensor was Oostende een van de belangrijkste kunststenen van Europa. Dat was nog voor, ik spreek van 1800, eind 1800, mm-hmm. bijna van de vorige eeuw. Wie heeft het daar allemaal gepasseerd? Tot Einstein, die woonde dan in Den Haag. Ik heb foto's gezien van Ensor met Einstein, met Magritte. Maar Karl Marx bijvoorbeeld, hij heeft het manifest geschreven niet in Brussel, maar in Oostende. Hij woonde in Oostende. Mm. Ja. Dus wat er daar allemaal gepasseerd is, is ongelooflijk. Dat was in de tijd voordat New York nog New York was. Ja. Nou, laten we eens kijken naar beelden die Henri Stork, fantastische documentaire maker, gemaakt heeft. En ook muziek van Ensor. Ja. Ensor. Mm-hmm. Ja. Ja, dat weten weinig mensen, mm-hmm. dat hij ook muziek maakt. En hoe noemde ze hem weer? De zwarte... De zwarte madame. De zwarte madame. Okay, ja, en dat is Guusje. Dat was de laatste overlevende van de vriend van Ensor. Okay? Mm-hmm. Dus le maître. Kijk. ik denk dat hij een ego had. Ongelooflijk. Mm-hmm. En ik heb foto's gezien van hem vroeger, als hij jonger was, en die gelijkt op Oscar Wilde. Dat is heel bizar. Mm-hmm. Hij is nooit getrouwd geweest, hè. Wat iedereen dacht dat hij homo was, maar ik heb dingen gezien van hem, foto's van een bordeel, enfin, ook foto's van een bordeel, en ook schetsen dat hij gemaakt heeft van... Mm-hmm. Van madames. Ja. En dan zie je van porno. Dat maar, niet dat weet ik niet, maar in de tijd, ja. Er is ook een fantastische biografie van Erik Min geschreven over Ensor, waar al die verhalen in staan. Ik vind dat boek van Erik Min, ik vind dat fantastisch. In iedere school moest dat geven. Dat is cultuur, jong. Dat is Brussel, ook de link van Brussel. En Oostende met Ensor is ongelooflijk. Mm-hmm. Fantastisch. Wat vind jij het beste werk... Arno van Ensor. Wat is je favoriete werk van Ensor? Dat is de tekeningen, dat is een beetje Bruegeliaans zo. Dat is zo'n Le Bain d'Ostend, noemt dat. De baden van Oostende. Ja, ja. En als je die personages ziet, kijk, dat zo, je ziet op een bepaald moment zie je zo twee man die onder tong kussen, ja. Voor in de tijd. Ja. En toen, dat is ongelooflijk. Dat is ook een vrouw die scheet laat en een zeilboot die dan kantelt. Ja, 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 ja. En ook al zo twee hondjes die zitten te neuken. En mm-hmm. dat is, maar dat is toen, dat is in eind 1800, hè? Ja, 1899, dacht ja, ik. Ja, ik kan tekeningen zien van hem ook. Dat hij, je ziet dat zo een rechter, een bischop, een politieker en een flik, die kakken eigenlijk op het volk. Mm-hmm. Maar in de tijd, jong, dat is... En ik zie ook, ik kan ook tekeningen zien van hem, als een Christus aan het kruis genageld en de kop van Christus is in zoor. Als je dat moest in die tijd. Mm-hmm. Dat was in de tijd, was de kerk, dat was de dictatuur. Hè? Ja. Mm-hmm. Dat was rock and roll avant la lettre, sorry.
dat we nog eens teruggaan naar Oostende of daar blijven. Films in Oostende. Mm-hmm. Oostende was dat vroeger een... Je hebt nu een filmfestival opnieuw al een paar jaar in Oostende. Ja. Was Oostende vroeger ook een filmstad? In Oostende, voor zo'n kleine stad, hadden we 15 cinema's. En al de laatste films ook, maar... Oostende was vroeger dicht bij Londen ook, hè. Maar in de tijd waren er 24 boten die alleen retour deden, toe voor Oostende. En mijn eerste lief die me ontmaagd heeft, was een Engelse. Heel lang geleden. Dus en op een dag, ik ging naar een film, Poor Cow, schone affiche. En ik zag die film, en dat was de eerste keer dat ik zei, kijk, dat is een film over mensen die ik ken. Dat kon een film zijn over mijn vriend of mijn echt. Of... Dat is heel bizar, want in de jaren 60 waren dat Amerikaanse cowboyfilms. Ik ben nooit voor cowboys geweest, ik was voor de Indiaan. Oftewel was dat de film van Godard dat ik geen kloten van verstond. Of van Ingmar Bergman, zo'n Zweedse ding, mm-hmm. Dat sprak mij niet aan. En één keer zag ik een film... Met echte mensen. Met echte mensen. Mm-hmm. En dat waren like, vrienden van... Dat was, nou, ik zag mijn eigen en ik zag Frank en ik zag John en ik zag... En dat was niet geacteerd, die mensen. Er was nog space tussen de dialogen. Ja. Zoals kijken naar een fragment van Paul Kau van Ken Loach. Je moet een keer checken, hé. Dat is een film van 67 jaar. Mm-hmm. Dat zijn... En die zijn hetzelfde gekleed zoals nu. Ja, en we letten ook op de muziek, hè? Ja. Ja. Poor Cow, Ken Loach. You better make the first move, or we'll be here all night. Shutting the world out. You know, I've got bony knees. Yeah, I'm sorry. Is it running the family? Well, I didn't get that cut liver oil when I was a kid, you see. Oh, it's a bit hard. Yellow is the colour of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Blue's the colour of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Very good. Like that. Green's the colour of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning. De muziek ook, hè, van Donner van... De Engelse Bob Dylan. Ja, dat zal Bob Dylan zelf niet graag horen, denk ik. Hè. Nee. Je krijgt een beetje vochtige ogen, hè. Wordt een beetje emotioneel. Ja, maar dat geeft dat ook nu eens ook een flashbacks van vroeger. Ja. Maar weet je dan zo tof vind als zo die film, hè. Kijk, je zag dat vroeger niet. Zo'n film, dat was... En die zeggen niks, maar er gebeurt veel. Ik vind dat zo, dat zegt, no bullshit. Maar ik ben een fan van Ken Loach, hè. Maar ik ben eigenlijk een fan van Engelse films. Ja, juist door die link Oostende Engeland ook. Hè. En zie je, dat was Terence Tramp. Geweldige acteur. En Carol White, die blonde madame Carol White.
Zullen we nog eens een beetje verder teruggaan in de nostalgie, Arno, en ook in de muziek. Tienerklanken. Ja. VRT-programma. Ja. Waarom kies je dat? Waarom wil je daar dingen van terugzien? Wel, ik heb een keer een plaat opgenomen in de States, onder andere. En ik kwam makker om 1 uur 's namiddags. En ik steek tv aan en in één keer zag ik het Atomium. En we zitten hier niet ver van. In Amerika? Ja, en dat was Procol Harum. Maar ik zei, shit, ik heb dat gezien in de jaren 60. En ik zag ook Jimi Hendrix in het Sony World opgenomen. Mm-hmm. En wat is er gebeurd? Al die Amerikaanse en Engelse groepen die kwamen in de tijd naar België. Niet dat dat een groot land was. Maar voor Tienerklanken was de kost naar de videoclip opnemen voor niks. Dat toen nog niet videoclip heette, nee, waarschijnlijk. Ja. En de dag van vandaag zie je dat nog in de States. Dus die regisseurs die dan in de tijd opgenomen zijn in België, die moesten nu al smoer stinken trekken. Ja. Jammer genoeg niet, maar de beelden zijn er nog. Ja. Zullen we eens kijken naar Procol Harum onder andere. Ja. De Stones die landen in Brussel, in Melsbroek. En Jimi Hendrix in de studio van toen nog de BRT, Tienerklank. Zover, we hebben ze eindelijk zien optreden, die beruchte Rolling Stones. En we hebben ze dan nog wel gezien in levende lijven, want wij waren in de zaal. Ja, wij waren natuurlijk allemaal in de zaal. Maar ik geloof dat dat toch niet moet hetzelfde zijn voor diegenen die in de huiskamer, onze vrienden die thuis waren. Was dat nu eigenlijk, hebben die datzelfde beleefd dan wij? Of, is er een verschil? Zou er een verschil optreden zijn, Bob? In de zaal? Sigaretten roken was ook nog cool toen, hè? Ja. In de studio. Ja. En hoe ze spreken over popmuziek. Ja, dat is ongelooflijk. Academisch bijna. Ja, maar dat was het eens dat we kosten zien wij. Like vroeger, dat bestond nog niet, Studio Brussel en internet. Uh-huh. We moesten naar rockmuziek luisteren, s'nachts, dat 11 uur, op Radio Luxemburg of zo. Is dat nu zoveel beter op de VRT wat muziek betreft, Arno? Want we mogen toch niet klagen van muziek op de BRT, ik vind dat toch. Ja. Ik vind België heeft toch altijd iets voor dan andere landen in Europa op het gebied van muziek. Ik vind dat toch. Uh-huh. Enfin, wij hebben nou zo een cultuur van muziek die mengel moesten dat wij maken. Like, roepen like Soulwax, dat is ook like Soulwax bijvoorbeeld. Ik vind dat fantastisch, die DJ's. Dat komt door onze cultuur van hier. Hey. Uh-huh. Wij pakken alles, wij wonen op 100. Met de ding met de TGV naar Parijs, dat is 1 uur en 10 minuten. Van naar Londen vindt met de TGV, dat is 2 uur en we zitten in Londen. In Canada, in de States bestaat dat niet, hè? Ja, dan moet ik wel zeggen dat degene die daar voorloper in wist, dat jij dat was met Tissie Metic. Ja, absoluut voor die Europese muziek. Maar ik was ook verplicht, ik kom van de stad die aan de zee lag. Dus dat is een grens, hè? En wij hadden ook al in de tijd, we kosten naar BBC
2 BBC One kregen. We kosten naar de Franse tv, de Nederlandse tv. En ik heb dat gebruikt, eigenlijk Enzo ook. Enzo die pakt alle soorten dingen en die maakt daar een mengelmoes van. En nu, dus nu maak je gebruik van het feit dat je hier zit om andere mensen weer voor het voetlicht te zetten. Ja, vanavond is dat Maden Suyu. Ja. Waarom heb je voor hen gekozen, Arno? Wel, weet je waarom? Ik vind die man maken nou zo. Ik hoor daar zonder dat ze dat weet, misschien kennen ze die roep niet, maar ik hoor dat kennen. Dat is een van mijn favoriete Duitse roep. Krautrock uit de jaren 60. De jaren 70, ja, dat is fantastisch. Veel Engelsen hebben daarvan geschroept ook, eigenlijk Pil, noem maar op. Mm-hmm. Al die scene van de jaren 80 tot nu Frans Ferdinand. Mm-hmm. Ik zie daar iets van Europees in die groep. Ik had dat niet vergeleken met iets anders. En ze zijn met twee. En de eerste keer dat ik dat hoorde, dat was op een plaat van filmmuziek van ex-drummer. En ik zeg, dat is fantastisch, dat vind ik. En ik zeg, van waar zijn die gasten? En ze zei van Gent. Ook bijzonder. Fantastisch. Zullen ze laten spelen, Arno? Zeker en vast, dat moet. Oké, dit is voor jou dan Maden Suyu en Time. Thank you.
Mansuyu en Time, jouw keuze, Arno. Sonic Youth meets Mogwai of zoiets. En als ik die namen zeg, dan bij jou moet ik dat niet uitleggen, want jij volgt het allemaal nog. Hè? Mm-hmm. Van waar die drang om al die nieuwe geluiden te willen opvangen? Maar ik hoor graag muziek. Ik ben er zonder muziek zou ik niet kan leven, denk ik. Mm-hmm. En ik zoek altijd dingen dat ik nog niet goed in. Like, bijvoorbeeld, like iedereen spreekt nu van de Animal Collective. Maar ik kan dat al heel lang. Ja. Maar ik vind dat zo, like Arcade Fire ook, dat is een roep dat ik leer kennen in Canada, in Montreal. Een van de mooiste steden van de wereld. Als ik niet meer moest in Brussel wonen, zou ik naar Montreal gaan. Ja. Dat is ook zo'n melting pot van... Ja. Je houdt ook van stijlen, hè? In muziek en in jongere cultuur ook. This is England, een film waar we een fragment van gaan zien, een keuze van jou vanavond, is wat dat betreft fantastisch. Met de stijl van de skinheads in Engeland, begin jaren 80, Thatcher, de Falklandoorlog. Maar weet je wat er zo bizar is? De skinheads, hè? In het begin, de skinheads, dat was antifascistisch. Hè? Dat waren redskins, dat waren echt het werkvolk, dat komt uit Labour. Nee. En in één keer is dat veranderd, geeft er zo een type zo van National Front, die gasten opgepikt en naar de verkeerde kant laten gaan. Ja. En dat zie je wel in die film. En wat er zo bijzonder is aan die film, ik vind dat een van de mooiste films dat ik gezien in de laatste jaren, is hoe die acteurs, die Engelse acteurs, hoe dan die acteren. En het speelt daar een ventje van. Ze zeggen dat die 12, 13, maar dat is ongelooflijk. Dat is echt acteren. Ja. En ook, die film is zo emotioneel en zo sterk. En ook zo, het is ook een beetje geëngageerd, een beetje kindertje ook, maar van nu ook. Ja. Maar check it out, ja. Dat is ongelooflijk. We gaan in dat fragment dat jongetje zien die van school gekomen is, die gepest wordt op school en die besluit van ook skin te worden, maar een goede skin. Ja, ja. This is England. Are you ready, Sean? Yeah. Are you sure? Yeah. You don't seem very confident. Still it. Your mum's not going to come round, is she, and whack my door down? No, just freaking do it. Right. Here we go. Get that mop off. It's coming. It's coming off. Oh, hey. Oh. Hey. All right, Pinkhead. Yeah, we're getting going now. Yeah. Stop fidgeting. You're doing a good job, mate. Oh, mate, it looks better already, that. Done it, Mel. Definitely. Well definitely. Done, Billy. You're looking good. Oh, there's loads of it. It's just never ending. Don't be rough with him, Lol. He's only a baby. Put your head up. You just told me to put it down, Lol. And what an airline, girls, eh? Don't forget that, mate. I can see it. Honestly, mate, it's sterling. Oh, God. Yeah, really smart, isn't he? Isn't he smart, eh? Does look good. Tell you what, mate, I'm well impressed. There we go, mate. That's you. Here we go. Look at that. Push him down, he looks like a yeti. Oh, hey. Oh mate. Top. Oh, that's so good, smart. That. Honestly, mate, you look sterling. So am I in the gang now? Well, not yet. Get your shirt on. Let's see your Ben Sherman, then. I ain't got a Ben Sherman. You telling me you've not got a shirt? No, you just told me to get the jeans and the boots. Are you having a laugh? You can't go out all nipply, can you? You're gonna have to come back next week. Fitness. I'll see you, mate. Honestly, have I really got to go? Yeah, really, really. Really. Go on, mate, you're gonna have to get off. Shut the door behind you. There's a good lad. Oh, hang on, before you go, I forgot about something. Oh, I'm fucking lying! And he's right there. Come here and give me a big hug. Come here, fella. I'm really proud of you, mate. You look brilliant, absolutely brilliant. Get that body covered up before girls go mad. Amazing. Bang on. Lol, pick that for you. Look at that. It's a good fit, that. It's a good fit. Turn around, let's have a look at him. Amazing. Oh, look at that. What a transformation. He looks so cute. Brilliant. Really good. Look at that. Oh, no. Oh, bloody hell, here he is. Hey, look at this. What? Here he is. Thank you.
nou, als je die jaren 80 bewust hebt meegemaakt, wat in jouw geval wel zo was, denk ik, dan klopt dat, hè? Ja. Niks is gelogen in deze film. Nee, nee. Maar ja, dat ook in Brussel, zulke skinheads, maar dat waren... Ja, zulke red skinheads en die andere skinheads. Mm-hmm. En dat was nog voor... Dat was in de periode van de film dat die nog... Dat hij nog oké was met de goede skinheads. Ja. En dan slaat dat over. Dat is wel, Het zijn acteurs en je ziet niet dat ze acteren. Nee. Van een ander kaliber is Jan de Korte jouw goede vriend. Ja. Hij is daar. Ik vind dat nu een hele mooie... Wij zijn twee autisten. Hè? Jan is autist, ik ook. En dat gaat dat, samen. Dat is nu het resultaat, Jan en ik. Fantastisch mens. Ik kan hem al... Ik zie hem graag. Mm-hmm. Zullen ze luisteren wat hij over Arno vindt? Oké. Ik heb hem leren kennen toen in de Falstaff aan de beurs. Daar kwamen toen de tijd veel vluchtelingen. Marcel van Til, Dominique de Rudere, Jos de Pauw kwam er toen bij, de Arno kwam er toen bij. En we hebben elkaar eigenlijk allemaal in de Falstaff ontmoet. En dan ben ik eens naar een optreden van Dizzy Mattig gegaan. Het was toen heel luid en schreeuwerig. Ik kon dat moeilijk hebben. Maar ik heb direct de kunstenaar die hem herkent op de manier waarop hij met dingen en mensen omgaat. En met zichzelf. Zijn teksten zijn ongelooflijk gelijklopend met de mijne en ook even vlug geschreven, daar ben ik van overtuigd. En hij doet dat zoals Shakespeare, zoals ik, op de losse bil. Die liedjes springen binnen bij hem en hij is gewoon de uitvoerder van zijn, misschien wel zijn onbewuste. Want het moet ergens vandaan komen eigenlijk. Hè? Ik vind Darno de grote kunstenaar en hij vindt van mij hetzelfde. En het is niet dat we elkaar daarover op zitten geilen of zo. Maar dat geeft een bepaalde rust. Ook om naar mekaars dingen te komen kijken. We zijn geregeld toeschouwers van elkaar. Vrienden en toeschouwers van elkaar, Arno. Wat is het laatste wat je van Jan gezien hebt? Aan een vinterveulken. Fantastisch. Ja, zijn bewerking van een stuk van Shakespeare. Ja, maar ik vind Jan, dat is een hele goede vriend van me. Een broer ook. En waar is de camera? Ik zal nu een keer iets doen aan de camera naar Janni. Nee. Dus, en we zullen dat kunnen verstaan. Ja, ik heb niet, maar dat is de taal dat we spreken. Zonder, like bijvoorbeeld, like, dat is de Daring, dat is in Oostende, dat is onze stand in Brussel. Ja. Fantastische stad Brussel, fantastisch café ook. En de mensen die vinden ons de Muppet Show, als we naast elkaar zitten. Nee. Die twee op dat balkon. Ja, we zitten dan zo te spreken, maar wij spreken de taal dat er... Wij zeggen niet veel. Mm-hmm. En dat moet niet meer zijn, maar... Ik vind dat ook een hele grote kunstenaar. En, ja. Ik ga Jan zien dat laatste stuk schrijven, hè. Lekker dat hij dan nu zit. Alsof die komt om 4 uur in de café. En die is aan het schrijven. Weet je dat hij nooit repeteert? Die repeteert op café. Ongelooflijk. Mm-hmm. En het is gelijk ook, wij zijn twee autisten ook. En het resultaat van dat op café schrijven en repeteren, dat is wel fantastisch natuurlijk wat hij maakt. Ja, amai, wat dat hij doet. Avant la lettre, dat is ook... ik heb Jan nog... maar dat is ook een type die een periode heeft. Ups en downs, zoals het is menselijk ook. Maar van hem, hoe dat hij daar uitgekomen is, dat is geniaal. Mm-hmm. Hij heeft echt... Heel diep gezeten. Diep. En toch eruit komen, fantastisch. Ja. Hij heeft een kracht, jongen. Mm-hmm. En ook, ik vind dat een heel mooi mens. Maar ik heb geluk gehad dat ik hele mooie mensen tegenkomen. Ook muzikanten.
like Jos de Pauw, fantastisch mens ook. Ook Marcel van Tilt. Mm-hmm. Marcel van Tilt is begonnen bij ons als lichtman. Ja. Ja, ja. En kijk, dat ze, en ook als ik al zo die laatste jaren, wat dat er allemaal uitgekomen is uit die gasten, like Jean-Marie Arts, Roland, Paul Kouter, Jeffrey, mm-hmm. mijn muzikant, ik speel met mijn bassist, dat is Mirko Bonovic, dat is een fantastisch mens. Mm-hmm. Serge Feys, fantastisch mens. Ja. Het lijkt wel alsof je een Oscar gewonnen hebt vanavond. Ik bedoel, iedereen die hier bedankt wordt. Nee, maar dat moet ik je gezegd doen. Ja. Wanneer mm-hmm. Arno, it's a four-letter word. Hey? Ja. Mm-hmm. Arno, laten we eens kijken dan naar dat Winterveugelken. Ja. Dat stuk, bewerking van Shakespeare, van Jan de Korte. We hebben een kleine reportage gemaakt. Ja. En, we zien daar Sigrid, zijn vrouw, ook in. En iedereen heeft een bordje aanhangen met erop. Sigrid, een fantastische... Eerst kijken, Arno. Okay, en dan sorry. Wat moet er met ons gebeuren, Florizel? Wat kunnen we doen? Het moet achter de rug van uw vader gebeuren. Want die is kwaad op mij. De dorselaar, de vlierenfluit, de linkerputter. Hij zit achter mij omdat ik zo simpel ben. En hij is de Rinneke van Torp, dat denkt hem. En jij de prins? Ik kijk nooit mijn teksten na. Maar Sigrid leest ze achteraf, als ik geschreven heb, geef ik het aan Sigrid. En die verbetert dan de grove fouten, maar kijkt ook af en toe over een foutje heen. En we hebben met acteurs die dit spelen, dus zoals Chris en Herwig, hebben we beslist van de tikfouten mee te spelen. Het is precies een betoging. Laat ze gaan weg tegen die koning van hier. Had er niets te doen. Hij is te rijk. En te machtig. En hij een ijzeren hand. Shakespeare leefde in een eeuw waar de taal nog gemaakt werd. Hè. Dus Queen Elizabeth, die toen regeerde, heeft eigenlijk zoveel kunstenaars geïnspireerd om het Engels helemaal om te denken, dat het een lichtend voordeel blijft. Alle schrijvers uit die tijd, maar natuurlijk Shakespeare in het bijzonder. In heel Sicilië lopen mannen rond die ik had kunnen krijgen. Maar ik heb ze niet gewild. Ik wilde hem, de grote, de stevige. En ik heb nooit een vinger uitgestoken om hem te bedriegen. Nooit. Dat zweer ik op mijn ongeboren kind in mijn buik. Een theatergebeuren moet een beeld van de wereld zijn. En daarom moet het ook over alles gaan. Dus de grote onderwerpen, liefde, haat enzovoort. En ook de kleine. Daar komt hem! Help! Ik word opgeten door een beer. Los jij, scherminkel, laat mij los met je dikke klaver en je woeste muil. Hoi, hey! Help! Ik word opgeten! Shakespeare schreef als een jongen van 12. En op die manier schrijf ik ook. Kinderen. Kindelijk, kinderachtig, mocht kiezen. En nu Arno, het verhaal Sigrid Vinks. Fantastische nacht is ook. Ik vind dat dat mens, wanneer de moet meer gevraagd worden ook voor een film te spelen. Ik vind dat een fantastische. Ja. Maar weet je wat er ook zo mooi is tussen die twee, dat is... Jan de Korte en Sigrid. Ja, dat is... Als je Jan ziet, zie je Sigrid. En als Sigrid, dat is... Mm-hmm. Dat is die zijn al, ik weet niet, 150.000 jaar samen. Mm-hmm. Ik heb dat nog niet gedaan, zeg. Nee, hoe komt dat eigenlijk? Want dat lijkt me toch wel handig, zo'n... Een famed artiest hebben die... Ja, maar of als je koers rijdt, iemand die thuis, die je was doet en dat... Nee? Shit happens. het is moeilijk, hè. Het is misschien mijn lot, maar misschien zit ze naast me nu. Hallo. Dat komt nog, hè. Ja. Misschien heb ik het al gevonden dat ik het niet weet. Mm-hmm. Wacht ze buiten straks. Het zou kunnen, hè. You never know. Ja. Wat ben ik gelukkig, hè? Mag ik toch niet klagen, hè?
Absoluut niet. Amai. Je mag zelfs deze zomer Theater aan Zee, ja, curator zijn. Ja, samen met Jan Hoosjes, ja. Van de KVS. De KVS, ja. En we zullen, we zullen Brussel en Oostende doen. Al dat, we zullen theater, dans en muziek. Van alle mensen, van mensen die in Brussel wonen en die iets doen met muziek, theater en dans, naar Oostende doen. En dus mijn droom is van ik zal dat vragen aan de spoorweg, de Belgische spoorweg, zo wel een trein Brussel-Oostende doen zoals de eerste trein. Mm-hmm. De Theater aan Zee trein. En we zullen ook hip-hop, een hele avond hip-hop doen, jazz, world music, dus een stomp. Ja, echt een stomp. Mm-hmm. Wat dat hier van Zaïrese muzikant, van Russische muzikant. Mm-hmm. Marokkaanse, van ja. Wat dat Brussel is, hè. Mm-hmm. Brussel is, ja, dat is een Europese stad, hè. Dus in Parijs spreekt iedereen Frans, in Londen iedereen Engels, maar hier in Brussel spreekt iedereen andere taal, hè. Ja. En weet je wat, in Brussel, hè, ik zal een keer een geheim klap. Tegen een politieman in Brussel moet je Vlaams spreken. Ze spreken allemaal Vlaams, hij was Vlaams ook. En voor West-Vlaams te leren, weet je dat je moet doen? Nee. Je moet je tong uit je mond zetten en zo zeggen, haalt. Haalt. Ja, ik word ooit nog een goede West-Vlaam. Arnold, zo. En zo, ja. Lelijke kop. Je bent een fantastische ambassadeur voor Oostende. Je bent een geweldige wereldburger ook, Arno. En ik vind dat je heel mooi 60 jaar aan het worden bent. Merci. Jij dank ook. Je wel om hier te zijn. Ik zal u kussen. Mag je een kus geven? Je mag mij een kus geven. Oké. Jan Hoed moet even wachten. Ja. Dank je wel, man. Ik heb het programma met Arno gezien en ik vind het bijzonder goed. Wat voor mij interessant is in dat programma is vooral het feit dat hij de juiste keuzes maakt van figuren die in feite allemaal zijn inspiratiebron zijn, of liever de mensen die, waarin hij zich gesteund voelt. In zijn anti-kunstbeleven eigenlijk. Arno is ook iemand die bijvoorbeeld... Voor het hele verhaal van Hoed en uw eigen creaties, surf nu naar canvas.com.